Hallo. Hallo allemaal! Nou, wij zijn net geland. Op Madeira. Ja. Maar dat lijkt me logisch, maar ja. Hoezo is dat logisch? Weet ik niet. We hebben jullie nog helemaal niet verteld in deze video dat we naar Madeira zijn gegaan. Nee, dat is waar, dat is waar. De hele intro, hoe we hier überhaupt zijn gekomen, was nog allemaal onbekend. Ja, nou, we zijn in ieder geval net geland. We hebben een mooie vlieg- en treinreis achter de rug. Het is wat lastig filmen daar zo. Vanwege de mondkapjes en corona-maatregelen. Ja, yeah, inderdaad. Yeah. Privacy van mensen. Yeah. Maar we hebben in ieder geval een paar sfeershots voor jullie gemaakt. Yeah. Geniet van deze montage. Nadat we geland waren en we de huurauto in ontvangst hadden genomen, hadden we nog 4 uur om te overbruggen voordat we onze Airbnb in konden. We zijn met de auto weggegaan van het vliegveld en zijn naar een kleiner stadje naast Fungal gereden. Eenmaal aangekomen in het sfeervolle stadje genaamd Machico, voelden we ons gelijk thuis. Hier hebben we een stukje over de boulevard gelopen en wat sfeerbeelden geschoten en na een kleine plaspauze kwamen we terecht bij een knus café restaurant. Oh, wij hebben lekker een plekje gevonden om te lunchen. Yes. Heb je er zin in? Ja, zeker. Nou, een lunchje zeg je, maar het is eigenlijk ook nog gewoon een half ontbijt. Ja, dat wel. Dat hebben we ook nog niet eens fatsoenlijk gehad, dus ik heb er wel zin in. Ja. Nice. Het zonnetje kwam net al eventjes door. We zitten lekker in de schattig. Ja, is het laantje. Ja. Ja, heel leuk. Oh, je hebt nog lekker je koffietje erbij. Het is wakker worden. En kijk deze cola. Dat is echt veel beter dan in Nederland. Nice. Eet smakelijk. Smakelijk. We hebben heerlijk geluncht, of beter hoe je het wil noemen. En nu zijn we bij een supermooi uitzichtpunt. Of in ieder geval, ja, een soort uitzichtpunt. Maar echt heel graag hoe het eruit ziet. Vind je niet? Ja, supermooi. Ja, heel gaaf. Ik vind het ook zo leuk dat je... Ik zal het überhaupt zo even laten zien hoe het eruit ziet. Maar je hebt echt een soort van terraslagen in hoe het is opgebouwd hier. Wat wel echt heel bijzonder is. En het geeft bijna een soort, ook een soort van mix met Azië of zo. Qua hoe je de vibes die je erbij krijgt, vind ik. Maar heel tof. Na even rond te kijken, bleek het eigenlijk wel meer te zijn dan alleen een uitzichtpunt. Er was namelijk een soort baai waar je kon zwemmen. Na even rond te kijken en natuurlijk super mooie foto's te maken van de rotsen en de kust, hadden we zoiets van, we kunnen er wel in. Kijk ons eens lekker zwemmen! Mooi! Met wat een uitzicht zeg ik. Zo mooi! En de golven komen zo binnengezet. Gaat het wel echt koud? Nee, nu is het wel beter. Nee. Het is wel een lekkere afkoeling. Oké. Okay. Onder water. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Omdat je het ziet. Nice. Oh, dit is ook echt super vet. Die golven, die komen gewoon keihard hier zo binnen. En dit is echt mega. Woe!
echt een gratis golfslagbad hier zo. Wat dik. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Daar zijn we weer. We zijn aangekomen in ons, bij onze eerste overnachtingsplek eigenlijk. In, zeg ik het goed? São Vicente? Vicente? Ik vind het hartstikke mooi. Onze uitspraak is fantastisch. Al die Portugese namen. Het is best lastig nog, maar we hebben een hele mooie route terug gehad. Wat vond jij ervan? Ja, het is echt prachtig. Ja. Het is echt bizar hoe groen alles kan zijn. Ja, ik denk dat ik nog nooit op zo'n groen eiland of überhaupt zo'n groene plek ooit ben geweest. Zeker weten niet. Ja. Nee. Ook waar we nu, we zijn dan nu bij de Airbnb, waar we zitten ook. Het is echt zo leuk en sfeervol en gezellig. Doe je even mijn cribhondje? Welcome to my crib. Oh, wat een goeie. Nou, waarom niet? Ja? Ja. Oké. Okay. Nou. Hier hebben we een knus woonkamertje. Hallo. 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 Met aan deze kant de keuken. Ik vind dit zo leuk. Die tegeltjes en dan dat hout. Zo dat kastje en die plank daaronder. Heel gezellig ziet het eruit. Met alle keukenspulletjes ook. Nog voor de koelkast. Dat is de place to be. Dat moet je wel laten zien in je creëren. Ja? Dat zit bijna niks in. Dat is nog de place to be. Oh. Nou, hè? Daar moeten we nog iets aan doen. Dat is wel duidelijk. Hier hebben we nog een leuk hoekje met allemaal deze hele oude radio. Echt top. En dit wijnvat. Heel schattig. Nou, hier kunnen we onze afwas doen met dit. Kijk dan, dit uitzicht. Het is echt fantastisch. Al zeg ik het zelf. Daarachter kun je de zee zien ook. En nou ja, de bergen hier. Wat ik zei, ook echt een beetje dat terras idee wat je hier ook hebt. Het is overigens weer een klein beetje bewolkt geworden. Het was vanmiddag helemaal zonnig, maar nu iets minder. En dan hebben we nog een benedenverdieping. Wat vind je van de sokken? Hier hebben we nog een soort achterom, een achterdeurtje richting de tuin. En dan hebben we hier onze slaapkamer. Eigenlijk ook nog gewoon een extra kamertje. Het is een beetje donker. Waar we nu mooi onze koffers hebben. Onze spullen en onze alles in de kast ook kwijt kunnen. Wat ideaal is. En natuurlijk een kleine badkamer nog. Met toilet. En een douche. Dus dat is echt top. We hebben boven ook nog een douche. Of nee, nog een toilet moet ik zeggen. Dus we hebben genoeg ruimte. En zelfs nog een slaapkamer hierboven. En dan kan ik misschien ook wel even kort buiten laten zien. Want buiten is echt... We zitten dus bij Granny's Farm. En nou ja, het woord farm, dat is het ook echt. Het is zo knus en gezellig. En er is dus een hele tuin. Je kunt het niet eens zien hoe groot het is. Het loopt eigenlijk nog helemaal tot daarachter door. Met zoveel lekkere fruit. En hier ook bijvoorbeeld een vijgenboom. Je ziet ze hangen. Het is zo leuk en zo schattig en het ziet er zo mooi verzorgd en onderhouden uit ook. Die boom, daar ben ik ook echt, deze boom, zo fan van, echt gaaf. Hier kunnen we nog lekker buiten zitten.
Dus dat is echt geweldig leuk vertoeven, vind ik zelf. Ik ben er wel echt enthousiast over. Ja, eigenlijk over de hele dag al. Alles wat we tot nu toe hebben gezien en gedaan. Dat valt wel goed in de smaak. En wat we verder nog gaan doen. Ja, straks een hapje eten, denk ik. Ja, toch? Lekker ja. Eten. En de koelkast even aanvullen. Zodat we lekkere snacks hebben. Voor morgen, dat is ook fijn natuurlijk. Lekker ontbijtje scoren. Ja, en even nu chillen. En ik merk ook wel dat ik een beetje moe ben. Ook wel van de korte nacht die we hebben gehad door het vroege reizen. Toch? Je had het ook, hè? Je had het in de auto al. Dat je een beetje kleine oogjes had. Kleine inkakker. Ja, maar dat is ook oké. We kunnen nu lekker chillen. Ja. En vanavond ook lekker chill, rustig aan. Nou, wij gaan lekker eten hier zo. We hebben een super mooi plekje uitgevonden met uitzicht. Het zonnetje gaat bijna onder. En wij zien ook een waterval. Ik weet niet of je hem op de camera kunt zien, maar het is echt prachtig uitzicht hier. We gaan lekker genieten. En als we straks thuis komen, gaan we denk ik gewoon lekker chillen. Dan is het ook al donker, dus bij deze sluiten we de video af. Super leuk en bedankt dat je hebt gekeken naar deze video. Wij hebben het super naar ons zin gehad vandaag op onze eerste dag op Madeira. En ja, tot de volgende video.